Sure. En waar gaat paragraaf 3.2 over? We gaan het hebben over de stad van de toekomst. En dan denk je van, hoe gaat zo'n stad dan functioneren? Nou zie je het dan met name, wat is de invloed van bijvoorbeeld informatietechnologie, ICT, dat soort zaken, op stedelijke ontwikkeling. We kijken eerst even naar de bevolkingsontwikkeling van Nederland. En waar je bevolkingsgroei krijgt en waar je juist bevolkingsafname ziet. Dan kijken we naar de ontwikkeling van Nederlandse steden vanaf ongeveer 1990. Dus dan heb je een overzicht van de laatste 30 jaar. En daarna kijken we echt naar de ontwikkeling naar de toekomst. Dus duurzame stad, smart city, het doel van herstructurering. Welke vernieuwingen in steden plaatsvinden en hoe het dan ook met de werkgelegenheid zit. Nou, we hebben het natuurlijk de vorige keer al gehad over bijvoorbeeld de ontwikkeling van het stedelijke gebied. En bijvoorbeeld de komst van die creatieve hubs en dergelijke. En dat past wel bij de duurzame stad. Dus als het een beetje mee zit, dan zou je daar de koppeling van moeten kunnen begrijpen. Eerst maar even kijken naar de demografische krimp, ofwel bevolkingsafname. Zoals jullie weten, we hebben in Nederland te maken met vergrijzing. En hoe meer mensen er ouder zijn dan 65 jaar, hoe meer vergrijzing we krijgen. Nou zijn mensen natuurlijk sterfelijk. Dus op een gegeven ogenblik zal die vergrijste groep, zeg maar, komen te overlijden. En als je dan gaat kijken naar deze kaartjes, en dan met name naar het rechterkaartje dat iets zegt over de ontwikkeling, dan zie je dat met name de provincies die aan de landsgrenzen liggen, of de gebieden moet je eigenlijk zeggen, het zijn korrelgebieden op deze kaart, te maken krijgen met enorme bevolkingsafname. Bijvoorbeeld Zeeuws-Vlaanderen, Limburg, het oosten van Nederland, Twente, Oost-Groningen. Maar ook het oosten van Drenthe. En dat heeft alles te maken met de bevolkingssamenstelling. In deze gebieden heb je nu al de meeste vergrijzing. En die zullen natuurlijk op een gegeven ogenblik ervoor zorgen dat daar gewoon minder mensen overblijven. Aan de andere kant zie je dat Flevoland, Utrecht, rondom Den Haag, er naar 2040 toe, dus de komende 20 jaar, juist bevolkingsgroei zal plaatsvinden. Dus deze regio's zijn heel erg populair. Het gebied rondom Amsterdam kent een heel klein beetje krimp, maar echte groei vind je dus hier. En dat zie je ook als je gaat kijken naar het moment waarop de bevolkingsgroei omslaat naar bevolkingskrimp. Ik heb er twee vragen bij gezet. Wat valt op? Wat zijn hier vooral? Nou, daar komen we zo meteen op. Als je kijkt naar de provincies die zeg maar bevolkingsgroei blijven kennen, die zullen uiteindelijk wel bevolkingskrimp gaan krijgen. Maar dat gaat nog heel lang duren. Dus de verhouding mensen in deze regio's, dat jonger is dan 65, is veel groter dan in de regio's die rood zijn hier in het gebied. Nou, als je kijkt naar deze kaart, dan zou ik eigenlijk hier ook nog een blauw stipje willen hebben. Wat valt hem op? Het zijn voornamelijk gebieden met studentensteden, universitaire centra, mbo's, hbo's, waar de potentiële beroepsbevolking zal blijven groeien of stabiel zal blijven. Dat komt natuurlijk omdat deze mensen, jonge mensen, nog aan het begin van hun carrière staan. En vaak ook gaan wonen in de omgeving van de stad waar ze hebben gestudeerd. Of in ieder geval, dat is iets wat je wel vaak ziet. En dat heeft dus alles te maken met de plek waar die mensen wonen. En aangezien er bijvoorbeeld in Zeeuws-Vlaanderen geen universiteit is, die mensen trekken naar België heel vaak overigens. Antwerpen, Gent. Zie je dat daar dus leegloop ontstaat. En dat heeft dus alles te maken met de ontwikkeling van Nederland. Het komt ook omdat steden, grote steden, best wel heel populair zijn.
Ik heb twee plaatjes erbij geplakt. Links is een plaatje uit stedelijk gebied rechts. Rechts kennen we het natuurlijk allemaal van voor de coronacrisis. Links is een plek waar heel veel mensen in stedelijk gebied graag zouden willen wonen. Het is een beetje groen, maar wel gelegen in de binnenstad. Eigen huis, ruimte met een klein tuintje enzovoorts. En de stad is niet alleen daarom aantrekkelijk. Hè. Het is ook omdat bedrijven elkaar ondersteunen. Er is dus werkgelegenheid. Je hebt die creatieve beroepen er zitten, er is innovatie, mensen denken na over de ontwikkeling van dingen. Maar aan de andere kant, inwoners houden ook van het bruisende leven. Dus op het moment dat het weer kan, en ik vrees dat het nog even duurt, maar het is niet anders, kunnen wij op een gegeven ogenblik weer naar buiten toe? Kunnen we weer een feestje vieren? Kunnen we weer met ons sociale netwerk leuke dingen gaan doen? Kunnen we weer uitgaan enzovoorts. Dus dat trekt heel veel mensen aan. En dan moet ik heel eerlijk zeggen, ik ben nooit een uitgaanspersoon geweest, maar nu met lockdown en al die andere ellende, kan ik me heel goed voorstellen dat heel veel mensen zoiets hebben van nou, zodra het kan, graag wil ik mijn sociale leven oppakken. En dat heb ik zelf ook. Ik denk dat jullie dat ook wel herkennen. Dat je ziet van zodra ik weer dingen mag gaan doen, feestje geven of zo, dan doe ik dat. Er is wel een maar aan de stad. Hè? Jullie hebben dat vast wel eens gehoord. Als je in Amsterdam zou willen gaan studeren, is wonen praktisch onmogelijk, omdat het gewoon ontzettend duur is. Steden zijn over het algemeen heel erg druk. We hebben te maken met fijnstof. Het verkeer krielt door elkaar. Dat zie je op die foto natuurlijk heel mooi. Trams, je ziet fietsers, je ziet wandelaars. Nou ja, een ongeluk is zo gebeurd. Een stad heeft eigenlijk twee kanten. Maar hoe zit het dan met de ontwikkeling van zo'n stad? We hebben natuurlijk een hele periode gehad dat mensen massaal wegtrokken uit de stad. En dat deden ze omdat steden vies waren, vol, er was weinig plek. En op een gegeven ogenblik zie je dat ook vanuit de overheid, maar ook vanuit mensen zelf, er geïnvesteerd wordt in de stad. Je ziet dat de kenniseconomie ontstaat. En die kleine bedrijven, waar we het de vorige keer ook al over hadden gehad, die creatieve bedrijven, die vestigen zich in de oude industriële gebieden, universiteitscentra, zo'n science park dat ontwikkelt zich, zorgt voor kennis, zorgt voor innovatie. En dat maakt de stad weer aantrekkelijk. En daardoor zie je dus dat er eigenlijk een nieuwe trend, zoals je dat noemt, is ontstaan. Waarbij mensen in een tijd dat ze weggingen van de stad, zich nu weer aangetrokken voelen tot het stedelijk gebied. Ja, er zijn nieuwe bedrijven gekomen, er is nieuwe werkgelegenheid gekomen. En ook de universiteiten zitten er, ja, met alle positieve effecten van die. Voor de toekomst zie je steeds meer dat duurzaamheid een belangrijke rol gaat spelen. Dat zie je bij nieuwbouw, dat zie je bij oude gebouwen. Bijvoorbeeld onze school nu is helemaal niet duurzaam. En dat komt gewoon omdat die gebouwd is eind jaren 70, begin jaren 80. En toen waren die eisen natuurlijk heel anders. Ga je kijken naar de nieuwe school, daar zie je dat eigenlijk al deze punten daaraan gekoppeld worden. Dus goed geïsoleerd, duurzame energiebronnen. De school is aangesloten op de biomassacentrale hier aan de overkant. Het gebouw is flexibel ingericht zodat we makkelijker in geval van bijvoorbeeld nu met de corona ruimtes hebben waar leerlingen kunnen werken zonder dat ze op elkaars lip zitten. Stadstuin, het binnenplein zeg maar, wordt beplant, dus daar zou groen moeten komen. Efficiënt schoonvervoer hoort daar niet zo bij, maar dan heb je het meer over steden. Stedelijk gebied, je ziet steeds meer bijvoorbeeld busmaatschappijen die met elektrische bussen gaan rijden. En het nieuwe werken, hè, zodra het kan, zorgt er dan voor dat je vanuit huis kunt werken. Nou, daar weten we alles van tegenwoordig. Of dat wenselijk is, dat is een tweede puntje, maar goed, dat terzijde. Dan heb ik de vraag aan jullie: waarom zijn deze dingen zo belangrijk? Waarom zorgt dit ervoor dat er een duurzame stad ontstaat? Iemand een idee?
hoorde iemand het zeggen, maar het was heel zacht. Het blijft heel erg stil. Ik weet niet. Wilt u meneer iets? Ja, meneer, Okay. ik moest even orders pakken, maar dat is toch voor vervuiling? Ja, bijvoorbeeld, hè, het tegengaan van vervuiling. Dat als je op deze manier werkt, dan zal dat een absolute bijdrage leveren aan het verminderen daarvan. Zeker. Nog andere mensen die iets denken van, goh, waarom is dit zo belangrijk voor de duurzaamheidsstad? Nou ja, een ander ding is om een stad aantrekkelijk te maken. Op het moment dat jij in een stad woont waar heel veel CO2 uitstoot, kunnen we voorstellen dat mensen zeggen van we willen hier weg. Op het moment dat je juist te maken hebt met een groene stad, schone lucht enzovoort, ja, dan is het natuurlijk een aantrekkelijke plek om te wonen. Ook iets nieuws is de Smart City. En het afgelopen jaar heeft die Smart City zich enorm snel ontwikkeld. En dat komt natuurlijk vanwege het feit dat we wel moesten. Digitale technologie, internet, winkels zijn allemaal aan elkaar gekoppeld. En zeker nu de winkels al een hele tijd dicht zijn vanwege de coronapandemie, heeft men bedacht dat met slimme ICT-oplossingen we toch bepaalde producten nog kunnen kopen. Als je iets in een bouwmarkt zou willen bestellen, bestel je het via de website, dan krijg je een tijdslot aangemeten en dan kun je het in een tijdslot ophalen. Nou, vanaf volgende week gaan ook gewone winkels dat soort technieken toepassen om toch weer wat te mogen en kunnen verkopen. En dat is natuurlijk positief, want daardoor kunnen ze weer open voor een gedeelte. Maar daar heb je natuurlijk wel de tijd voor nodig om dat te kunnen ontwikkelen. En een van de dingen die daarbij zit bijvoorbeeld, zijn bedrijven die producten verkopen, bijvoorbeeld voor de gezondheid, een apotheek bijvoorbeeld. Daarvoor is het heel moeilijk, daar kun je niet zomaar online bestellen. Maar je ziet dat er nu apotheken zijn die bijvoorbeeld een soort digitale, ja, kluisachtig systeem hebben ontwikkeld, waardoor je dus een code intoetst buiten en je medicijnen uit die kluis te halen zijn. Die zijn dus van tevoren al klaargezet. Je ziet eigenlijk als een soort snoepautomaat, maar dan voor medicijnen. Beetje gek, geen voorbeeld misschien, maar het lijkt er wel een beetje op. Nou, en dan is er nog een heel ander probleem en dat staat eigenlijk bij het derde streepje. De AVG, en dat is de wet die gaat over de privacy. En die wet, dat is eigenlijk een hele irritante wet, want die zorgt ervoor dat persoonsgegevens heel moeilijk te koppelen zijn aan bijvoorbeeld informatiesystemen. Een voorbeeldje, voor de AVG kon ik, als ik op register keek, van alle leerlingen de gegevens opvragen. Het rooster zien, dat soort dingen. Nu kan het alleen nog maar voor de leerlingen die fysiek lesgeven. Dat heeft ermee te maken dat het dus een vorm van privacy is, die dus in die wetgeving is opgeslagen. Nou, het kan soms irritant zijn, want soms heb je gewoon ook al geven de leerling geen les. Even nodig, goh, waar zit die leerling bijvoorbeeld voor een of andere cursus, of voor begeleiding, of voor coaching, weet ik veel. En dat kan dan niet. En nou ja, dat is natuurlijk vervelend. Maar dat geldt ook voor overheden. Stel, ik wil een systeem bedenken waarin alle gevaccineerde mensen staan, zodat als ik als gevaccineerd persoon bij wijze van spreken naar een winkel ga die de eis stelt, je moet gevaccineerd zijn, dat ik dat gewoon kan laten zien, dat ze bij wijze van spreken mijn ID-kaart scannen en dat er staat van u bent gevaccineerd op die en die datum. Maar nee, dat mag niet, want het is weer de privacy. En al dat soort dingen, nou ja, daar zijn ze nu natuurlijk enorm druk mee bezig, van op wat voor manieren kunnen we het wel voor elkaar krijgen. En dat gaat dus nog wel wat tijd vergen. Naast dat het duur is en dat het veel tijd kost, hebben ook nog kwetsbare mensen het probleem dat ze niet altijd mee kunnen doen met de digitalisering. Hebben jullie een idee wie daaronder zouden vallen? Wat zijn kwetsbare mensen of mensen die niet mee kunnen doen aan de digitalisering? Ouderen? Ja, ouderen bijvoorbeeld. Inderdaad, goed voorbeeld. En lang niet alle ouderen die zijn zo digitaal vaardig dat ze dat lukken.
En andere mensen die dat niet zouden kunnen, zijn natuurlijk mensen die niet de financiële mogelijkheden hebben om het te betalen. En dat is natuurlijk ook een issue. En dat zie je nu in de coronatijd ook. Ja, er zijn zat mensen die niet het geld hebben om thuis voor alle kinderen een computer of een laptop of een ander device te hebben staan. Dus nou ja, dat is gewoon lastig. Je kunt niet alles meteen implementeren wat dat betreft. Hoe ontwikkelt zich zo'n stad nou? Daar hebben we het eigenlijk de vorige keer al een beetje over gehad. Je ziet dat voormalige industriële complexen, ik heb hier een fotootje van een verkade koekfabriek, dit soort bedrijfspanden uit de late 19e eeuw, stonden vaak leeg. En die zijn nu weer heel erg in trek om daar nieuwe functies aan te geven, als het bedrijf zelf er niet tenminste nog in zit. De industrie trekt vaak naar het buitenland, die bedrijven die zijn naar bedrijventerreinen gegaan. En dan moet je keuzes maken. Wat doe je met die hele gebouwen? Sloop je ze? Komt daar de high-tech industrie in terecht? Komt daar de creatieve stad in? Of komt daar, en dan komt er een begrip om de hoek kijken, gentrification bij kijken. Nou, wat is nou gentrification? Stel, je hebt zo'n fabriekscomplex. Heel vaak hadden die fabriekscomplexen ook woonwijken erbij zitten. Hè? De bedrijfseigenaren wilden graag dat hun mensen, de werknemers, dicht bij het bedrijf woonden. Die wijken die zijn vaak verouderd en vaak armoedig. En wat gebeurt er nou als je te maken hebt met gentrification? Dan komen er hoogopgeleide jonge mensen, die dus eigenlijk vaak net afgestudeerd zijn, en die kopen zo'n huis. En dat gaan ze dan helemaal opknappen en helemaal aanpassen aan de huidige eisen. En daardoor neemt de waarde natuurlijk enorm toe. En wat je dus ziet is dat zo'n wijk als gevolg van gentrification helemaal weer hip en modern en populair wordt. En daar past zo'n mooi 19e eeuws gebouw ook bij. Want dit zou bijvoorbeeld een bibliotheek kunnen worden. Of verschillende bedrijven die zouden zich daarin kunnen vestigen. En dat past dan weer bij het populaire gedeelte van de stad. Dus je ziet dat dit soort, en dan heb je het echt over de 19e eeuwse wijken, heel populair geworden zijn als gevolg van die gentrification. Dus probeer dat woord, dat begrip te onthouden. Want dat is een begrip dat je ook in een examen zou kunnen tegenkomen. Nou, hier nog even een plaatje van. Hoe werkt dat nou als je het hebt over herstructurering in zo'n wijk? Dus het stationsgebied in Leiden. Ik weet niet of een van jullie daar ooit wel eens is geweest. Maar langere tijd was het zo dat als je uit het station bij Leiden kwam, hier ga je de binnenstad in. Dan was dit gedeelte langs het station helemaal leeg. En ze hebben er op een gegeven ogenblik voor gekozen om dat gebied te gaan herstructureren. En wat je ziet is dat ze bijvoorbeeld parkeergelegenheden zijn gaan aanleggen, maar ook winkels, voorzieningen voor bewoners, dat is op zich ook wel belangrijk, en woongelegenheid zijn gaan creëren. En daarmee wilden ze dus ervoor zorgen dat A, bewoners zich fijn voelen in hun wijk, er dus voldoende voorzieningen zijn, er winkels zijn, en mensen een auto kwijt kunnen. Want dat is vaak ook een probleem. Als je bij een oude binnenstad komt, dan is er geen plek. En nou ja, Leiden is natuurlijk, als je de oude binnenstad zelf ingaat, vrij compact. Nou ja, daar wil je met de auto natuurlijk niet parkeren. Maar is het zo dat er hieronder ook nog plaatjes stonden? Want op een of andere manier zit die stom taakbalk er weer voor. Nou, oh, hey, daar waren ze heel even. Je ziet dat ze ook voor kantoren zorgen, hotels, leisure. Heeft iemand een idee wat leisure is? Weet iemand dat? Wordt ooit van het begrip gehoord? Heeft toch met ontspannen te maken of zo? Ja, klopt. Als je het hebt over leisure, dan heb je het over vrije tijdsbestedingen. Dus inderdaad, je zou je kunnen voorstellen dat daar bijvoorbeeld een voorbeeld van een leisure organisatie is bijvoorbeeld een speeltuinvereniging voor kinderen, of zo'n indoor skydive hal,
sportgelegenheden, dat soort dingen vallen daar allemaal onder. Nou, en die ontwikkelingen die zie je dus in zo'n plan terug. En dat past ook heel erg bij dus herstructurering van stedelijk gebied. Wat voor vernieuwingen heb je nou in de stad? Deze foto die is zeg maar werkelijk. Deze straat had allemaal van dit soort 19e eeuwse huizen. Die waren allemaal eigendom van een woningbouwvereniging. Behalve dit pand, dit was namelijk particulier eigendom. En die mensen hebben gezegd, ja, hey, hoor eens even, wij willen ons pand niet kwijt. Dus de woningbouwvereniging heeft alle huizen laten slopen in de omgeving. Maar dit is blijven staan. Als je nu zou gaan kijken op deze plek, dan is het weer helemaal volgebouwd. En je ziet op de achtergrond een nieuwbouw al staan. Er staan dus weer nieuwe, staan allemaal nieuwe woonhuizen dus naast, maar dit ene oude pand is blijven staan. En waarom doen ze dat? Dat heet verdichting. Dat wil zeggen, als hier één gezin inwoont, maar je zet die naast een blokje dat net iets breder is, kun je op bijvoorbeeld twee woonlagen een gezin kwijt en op die twee woonlagen ook. Ofwel, dat betekent dat je meer mensen kwijt kunt per vierkante meter. Dat is wenselijk, zeker voor steden die heel erg vol zijn. Je ziet het ook in transformatie. Dat wil zeggen dat mensen woonwijken of wijken moet ik eigenlijk zeggen, die eerst bijvoorbeeld een industriële functie hadden, voorzien van woningbouw. En het zijn allemaal dingen die met name gebeuren in oude steden. En in dit geval hebben ze dan bijvoorbeeld een oude fabriek gesloopt en dan op basis van de plek waar die fabriek stond, komen dan woningen te staan. Of, en dat wil ik jullie net liet zien, het opknappen van karakteristieke gebouwen, het industriële erfgoed. Dan ga ik heel even terug. Dit soort gebouwen, die horen onder die laatste. En daar zie je dus door dat er allerlei nieuwe functies worden toegekend aan oude gebouwen of oude gebieden. En daardoor ze weer aantrekkelijk worden gemaakt om in te wonen. Nou, nog een keer het plaatje. Hè? Kenmerk van de creatieve stad. Veel banen. Dit plaatje heb ik de vorige keer ook laten zien. Maar hè, het gevolg blijft dat je een grote scheiding krijgt tussen arm en rijk. En daarom heb ik deze nog een keer laten zien. Want, even terug naar dit plaatje. Als dit allemaal sociale huurwoningen waren voor mensen in de onderklasse van de samenleving, dat klinkt een beetje negatief, maar mensen met relatief weinig geld. En ze er nu allemaal nieuwe huurwoningen neerzetten, dan is de kans groot dat die huizen duurder worden. En de vraag is dan, kunnen die mensen daar dan nog wel wonen? Oh. En daarmee vergroot je de sociale ongelijkheid. Want de mensen die er dan misschien oorspronkelijk woonden, die moeten weg. Die belanden op een plek bij elkaar waar ze het wel kunnen betalen. Maar dat wil je eigenlijk niet, want je wil juist een mooie menging krijgen. En nou ja, dat kan problemen opleveren. Nou, tot zover deze uitleg. Zoals je ziet, hè, er gebeurt heel veel in stedelijke ontwikkeling. En dit was eigenlijk nog maar de oppervlakte, want hè, je zou er nog veel meer over kunnen vertellen. Maar dan wijden we wel heel ver uit. En ik heb geprobeerd enigszins overzicht te geven van hoe de situatie in werkelijkheid is. Nou, voor zover dus. We gaan volgende week verder met paragraaf 3. Dinsdag dus geen les. Donderdag is gewoon zelfwerkles. Denk ik, hou me gisteren even in de gaten wat de planning doet. We hebben sowieso natuurlijk volgende week een kans op veel sneeuw. Dus de ontwikkelingen en dergelijke van de lessen die zullen zich wel nader vertellen. Zijn er nog vragen?